Postduivenvereniging De Luchtboden uit Beekendonk heeft door de coronacrisis vanaf april geen wedvluchten gehad. Vrijdagavond werden door de leden weer enkele duiven ingekorfd op het clubhuis voor een korte trainingsvlucht. Postduivenvereniging De Luchtboden in Beekendonk had 2020 eigenlijk een prachtig jubileumjaar. Coronacrisis gooide alles een beetje door de war. Ook de vluchten die eigenlijk ja, op, op stapel stonden, de wedvluchten. Gerard Brouwers als voorzitter zijnde. Ja. We gaan toch weer bijna beginnen. Ja, dat klopt. Uh, het is vandaag uh, zeg maar uh, de eerste weekend dat weer de duiven in de mand mogen. Ook wel heel beperkt eigenlijk. Uh, het is voor de duivensport ook een hele ingreep. Normaal begint ons vliegseizoen uh, in uh, eind april. Dus ja, nu zijn wij bijna twee maanden verder en ja, nou mogen onze duiven in de mand. Dus, en ze willen ook in de mand, want de duiven die willen vliegen, Mario. Wat is daar eigenlijk de afgelopen maanden gebeurd met de duiveliefhebber? Um, je mag de duiven wel thuis laten vliegen, want je moet ze af ja. en toe toch loslaten. Ja. Maar er waren ongetwijfeld ook restricties. Ja, uh, de bedoeling was ook van het NPO om uh, de duiven gewoon uh, zeg maar een uurtje thuis los te laten, te trainen. Uh, een week of drie, vier geleden kregen wij bericht dat we onze duiven ook mochten opleren. Op een beperkte schaal, alleen maar in Nederland. Dus voor ons was het tot aan de grens of naar Limburg. Uh, we mochten Belgen er niet in dus de Belgen die hebben gezegd we willen nog geen Nederlanders met duiven, dus we waren beperkt in het africhten van onze duiven maar in ieder geval ze hebben toch regelmatig hun kilometers kunnen maken en uh, ja, nou uh, vandaag was het zover dat uh, nou eigenlijk vorige week al, vorige week zijn er al twee afdelingen in Nederland, uh, want Nederland bestaat uit elf afdelingen twee daarvan die hebben ook hun duiven gelost uh, als, uh, als proef zijnde, er zijn 10.000 de duiven toen de lucht in gegaan en dat was een, uh, toch een, een succes. Het was ook prachtig weer en nu uh, dit weekend mogen wij uh, aan de bak uh, met onze duiven.